We zijn nu in het UZ in Gent en ik ga Anne een serieuze verrassing geven. We zijn er al. Dag Kirsten. Dag Linde. We gaan iemand verrassen. Ze heet Anne. Ze vindt het echt ongelooflijk jammer dat ze niet naar de boom kan komen. Ze is er vorig jaar 2 keer geweest. Dus wij dachten, daarom komen wij gewoon naar Anne. Ik ga binnen. Goedemiddag, dag Anne. Ik ga jou even Linde doorgeven. Alsjeblieft. Hallo. Hallo, dag Anne. Ik had jou hier precies wel verwacht op Music for Life, op onze vaste jaarlijkse. Ja, ik had ook gehoopt dat ik ging komen, maar helaas. Kijk, je deed vorig jaar een actie Hart voor Jongeren. Daarvoor was jij hier. VZW die vakanties mogelijk maakt voor mensen met een chronische aandoening. Ben je nog betrokken bij die VZW? Ja, absoluut, absoluut. En ik hoor dat we eigenlijk niet de enige bezoekers zijn. Er is daar nog iemand. Sun and rise will do. I put it to air you. Sun and rise well. I put it to air you. Sorry, maar ik ga zien. Ik ben echt waar heel blij dat ik hier ben. Ik ben... Sorry, ja. Tom, jullie kennen elkaar dan eigenlijk. Hoe zit dat dan precies? Wel, het grappige is, ik heb vorig jaar van Music for Life 3 goede doelen uitgekozen. En zij was een van de 3 goede doelen. En ik ben dan bij haar ook gaan spelen. Hoe voel je je? Ja, nu op dit moment kan ik alles aan. Ik was daarnet nog even aan het klagen, mijn been de pijn. Maar op dit moment voel ik het niet. Ja, want je hebt een nieuwe prothese gekregen in jouw knie. Hè? Er zat die in al 20 jaar. Ja. Die was versleten en die moest eruit. En een nieuwe erin. Ja. En ik hoop... dat ik misschien terug kan stappen ook. Ja. Kom jij dan volgend jaar terug naar ons? Dat is absoluut mijn plan. Ja? Ik ben niet van plan om dan in het ziekenhuis te liggen, dus dan kom ik zeker af. Oké. Okay. Ja. Music for Life. Studio Brussel.